Goedenavond. Een bijzonder moment voor zo'n 30 Indische Nederlanders die als kind de Japanse bezetting en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog meemaakten. In Heerlen ontvingen ze een erepenning die symbool staat voor de erkenning van hun leed. Het is voor het eerst dat er in Nederland op deze manier aandacht is voor de tweede generatie Indische Nederlanders. Goedemiddag, ik ben de burgervader van Heerlen. De tweede generatie Indische Nederlanders heeft hun kinderjaren veelal in Japanse kampen doorgebracht. Zo ook Guus Pietersen, nu 87 jaar. Hij ontvangt de erepenning uit handen van burgemeester Roel Wever. Een belangrijke dag vandaag. We hebben ook erop verheugd, dus min of meer. In het Japankamp heb ik 4 jaar gezeten met mijn moeder en 7 meisjes. Ik was 7 jaar toen Nederlands-Indië capituleerde en wij de Japanners dus op onze dak kregen. En toen was de bevrijding in Nederland en wij zaten nog 1 jaar lang in het Japkamp. En zo heeft iedereen hier zijn of haar eigen verhaal uit deze oorlog. Maar heeft deze generatie volgens de Indische Nederlanders vanuit de overheid nooit die erkenning gekregen? De tweede generatie oorlogsgetroffenen is nooit aan bod gekomen. Men heeft daar nooit een intensief onderzoek nagedaan van wat heeft die Tweede Wereldoorlog en alles wat daarna is gekomen voor hun persoonlijk, individueel betekent, ook hier in de integratie in Nederland. En nu is er wel die erkenning in een tijd dat er in de Oekraïne een andere oorlog gevoerd wordt. Al die beelden, die oorlogsbeelden uit Oekraïne, die brengen al dat dingen weer naar boven. Maar de vraag is natuurlijk ook of die kinderen die nu dit meemaken in Oekraïne, ook op latere leeftijd, die verschijnselen krijgen, hè? Oorlogsverschijnselen en die gebeurtenissen, hoe dragen ze die met zich mee? Want deze kinderen van toen hebben in tijden van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië een oorlogstrauma opgelopen waar ze niet vaak over praten. Het Nepalese leger die haalde die Indonesiërs uit die bomen en die zetten ze voor de tank. En dan zaten we met 100 kinderen te kijken hoe ze dan tegen een muur werden gedood. En dan zaten wij allemaal te klappen. Want dat waren hele stoute mannen. En dan denk je wel eens. Nu krijgt u vandaag zo'n erepenning. En uw man ook, als tweede generatie. Komt dat niet te laat volgens u? Niks is te laat. Dat is prima. Dat is toch goed. Voor hetzelfde geld waren we nu al dood. En hadden we niks gekregen.